Ik ben hier 1 april gekomen met de dringende opdracht rust in de tent. Nou, dat is gelukkig op een aantal onderdelen hopelijk gelukt. En als de commissaris daar ook mee eens is, dan zal hij aan het eind van deze maand besluiten, zoals dat heet, om de vacature burgemeester open te stellen. En dat duurt een half jaar. Dus dat betekent dat ik nog een half jaar blijf, als de commissaris dat wil, om ook die periode vol te maken. Samen met het nieuwe college ook echt hard te kunnen werken aan het herstel van vertrouwen naar inwoners, naar bedrijven, met de medewerkers samen, om er hopelijk voor te zorgen dat als die nieuwe burgemeester komt, rond volgend jaar zomer, ja, dat dan wat mij betreft, ik met een gerust hart terug kan naar Zalbom. Ja, u zegt als de commissaris dat wil, wilt u dat zelf ook? Ja, ik denk sowieso dat je als waarnemer niet te lang moet blijven. Je wordt op een gegeven moment, zoals dat heet, een beetje onderdeel van het tafelzilver. En je gaat dingen ook echt meemaken anders dan een waarnemer. En dat vraagt ook continuïteit. Dus ik denk dat een half jaar eigenlijk misschien beter was geweest. Maar goed, door de omstandigheden wordt het wat langer. Maar ik zou echt hopen dat voor de zomer hier weer een volwaardige burgemeester is. Met een goed ingewerkt college. Met een raad die weer zorgvuldig met elkaar omgaat. En alles voor de inwoners van deze prachtige gemeente. En daar kan ik met een gerust hart er een punt achter zetten. Ja, en als dat niet gebeurt, ziet u uzelf in nog een functie hier terugkomen? Nee. We wonen in Zalbommel. Heel tevreden. Ik ben nu voor deze paar jaar nog beschikbaar voor vergelijkbare klussen. Als waarnemer. Maar na deze gemeente niet hier meer terug. Wel eens een keer op de fiets. Als bezoeker. Misschien eens een keer op vakantie, om het nog eens een keer op die manier mee te maken, maar niet meer bestuurlijk of politiek.